Vandaag op de Innovation Game. Dat is eigenlijk een evenement dat we hebben opgezet samen met Audi en Elia, waar we een aantal ingenieursstudenten die je achter mij kan zien uitdagen om een case te krikken. Dus ze krijgen 2,5 uur de tijd om met deze case aan de slag te gaan. En vervolgens moeten ze die pitchen aan een jury van ons, Audi en Elia. En de winnaars gaan naar huis met de prijs. Het belang van de Innovation Game is eigenlijk tweeledig. Enerzijds voor onszelf echt goede ideeën mee kunnen nemen en anderzijds kennis maken met de studenten die eventueel dan later ook bij ons een stage of een job zouden kunnen doen. Eh bien aujourd'hui, on a une simulation de course. Donc, on va rouler en convoi avec toute l'équipe et on va suivre le véhicule solaire de l'édition précédente. On va s'entraîner aux procédures, on va réagir en cas de problème et on va faire en sorte que tout se déroule le plus fluidement possible. We staan hier op onze eerste controlestop en voor de rest ook al een aantal eventvolle zaken meegemaakt. En wij hopen natuurlijk dat de namiddag een beetje minder regen gaat brengen en een beetje meer zon. Het doel van de race simulatie is eigenlijk om het team voor te bereiden voor de World Solar Challenge in Australië. Dus we testen het team op verschillende procedures, zoals voorbijsteken, we spelen ook een concurrerend team na. Ze komen allemaal hindernissen tegen onder de baan. En ze moeten die eigenlijk zo goed mogelijk oplossen. Hoe was je eerste ervaring als piloot? Ja, het was super tof. Het was op voorhand heel spannend om voor de eerste keer in zo'n wagen te zitten. Maar ik heb er al heel veel geleerd. Heel veel verschillende situaties geoefend. Dus ik kan echt niet wachten om meer te gaan rijden. Het was super intens, super veel events meegemaakt, heel leerrijk en we gaan dat meenemen in de volgende. Maar we het veel beter gaan doen. Blue, boy, blue, boy, blue, boy, blue, boy, blue, boy, blue, boy, blue.